Een goedemorgen voor de mensen die in de ochtend kijken en nu live meekijken. En een goede middag en avond voor de mensen die op dit moment even niet live aan het meekijken zijn. Even de situatie uitleggen. Gisteren zijn we gestopt. Vandaag gaan we gewoon weer lekker verder. We zijn weer in deze vroege ochtend natuurlijk. Omdat ik in de middag moet werken, kan ik alleen maar even in de ochtend spelen. En ja, dan moeten we dat ook gewoon af en toe doen. Want anders komen we nooit verder en maken we nooit onze King Kaladok zo blij met zijn Impossible to Beat Kingdom. Op zich is dat nu nog niet helemaal het geval, maar dat gaan we wel natuurlijk verzorgen. We zijn al wel redelijk groot. Dit leger is op weg naar Tel Aviv. Dat kasteel hebben we net, of tenminste net, de vorige stream voor onze koning overgenomen. En wij hebben ons leger bijeengeroepen om te proberen dat kasteel te verdedigen. Hopelijk lukt dat. Dat weet je natuurlijk nooit zeker in dit spel. Zullen gewoon even moeten wachten totdat onze troepen eraan komen. Als we meer dan 300 troepen hebben, dan zullen we gewoon proberen hun aan te vallen. Tenminste, dat lijkt mij het meest verstandige. Kijk, nu wordt het een beetje lastig, want er zijn daar al kleine groepen. Dat zijn 24, dat zijn 50 man ongeveer, plus onze 150 man. Maar ik denk niet dat we dan genoeg al hebben. Vooral omdat we er ook nog helemaal heen moeten lopen en dat maakt het wel heel erg lastig. Maar komt die ook naar mijn party? En ik denk dat als we die ook nog in onze party hebben. Kijk, nu kunnen we makkelijk winnen. Kom maar op, bitch. Raiding in vet. Nou, dat denk ik niet. Maar komt hij er ook nog bij? 50 mensen en onze 250 mensen. Nou, dan hebben wij meer troepen als hem. En als wij meer troepen als hun hebben, nou, dan kunnen we helemaal makkelijk winnen. Tuurlijk kunnen we dan makkelijk winnen. Joh, anders ook wel. Natuurlijk, anders ook wel. Maar nu helemaal, want ja, nu wordt het gewoon zo easy mode. Easy peasy mode. Alleen die man met 50 troepen, dat gaat misschien net even iets lastiger worden. Omdat die nu, ja, net even iets minder heeft. Of zeg maar net iets. Die mogen wij op dit moment niet besturen. En dat maakt het denk ik net wel eventjes net even iets lastiger. Maar wel makkelijk voor ons natuurlijk dat we op dit moment gewoon. Oké, wacht. Archers! After me! The archers are after me. Oké, nou dat is inderdaad wel een hele goede zaak. We zullen even moeten kijken wat er allemaal nog gebeurt. En ik ben benieuwd waar hun allemaal heen lopen. Normaal gesproken is dit sowieso best wel makkelijk, maar nu. Loose formation! Foot move! Formal infantry! Forward! Ze zeggen volgens mij maar gewoon wat, want elke keer dan denk ik. Huh, infantry of huh, dit. En dan denk ik, ja, dat klopt helemaal niet. Het is geen infantry of dat zijn geen horsemen of dat zijn niet. Weet ik veel wat ze af en toe zeggen. Aan de ene kant heb ik nu het gevoel ik moet mijn leger hier neerzetten. Maar aan de andere kant denk ik ook dat ik het beter of meer ook deze kant op kan laten lopen. Want anders dan gaat de helft in het water staan. En dat is ook niet heel erg chill. Dus dan zou ik mijn leger hier moeten neerzetten. Bowman, ik denk dat we dat ook gaan doen. Footman! Forward! Infantry! Move! Horseman! Dit zijn geen infantry. Ja, ik denk dat dit wel een wijze keuze is. Dan kunnen we wat makkelijker. Anders staat de helft van onze troepen in het water. En ik denk niet dat dat heel erg bevorderlijk is voor onze troepen. We hebben net even iets meer troepen als hun. Omdat we maar 500 mensen op een battlefield kunnen hebben. Ja, oké. Okay, dat is wel een beetje jammer misschien. Maar aan de andere kant ook wel weer logisch. En aan de andere kant boeit het me ook niet zo heel denderend veel. Onze archers zijn nog steeds niet in range. Dus we moeten ze nog even iets dichterbij zetten. Zijn ze nou wel in range? Want ik wou ze eigenlijk dan hier neer te zetten. Forward! Infantry! Forward! Mount infantry! Move! En ik denk dat als ze hier staan, dat ze hun makkelijk neermaaien. Dat hoop ik dan maar, want anders dan wordt het ook wel heel erg lastig allemaal. Arrows! Stand apart! Wel goed, stand apart inderdaad. Deze units, dat zijn allemaal beginners units, heel veel. Dus daar hebben we niet zo heel denderend veel aan. Oh ja, ik moet nog steeds wel een betere axe kopen. Maar we moeten eerst natuurlijk ons land verdedigen. Want dat is onze prioriteit op dit moment. Onze hoogste prioriteit is het verdedigen van onze kingdom. Infantry, follow me!
Oh, dit valt me nog eigenlijk wel tegen hoeveel luider al van hun gekild zijn. Oh, nu begint het. Nu begint het, hè. Nu begint zo in één keer die rain of fire op onze vijanden. En jullie moeten ook gaan chargen nu. Nee, oké. Okay. Dan doen we het wel weer op een andere manier. Infantry, move! Infantry kan weer terug naar hun plek. Jullie mogen hier weer heen. Onze horsemen die zijn nu wel een beetje op een plekje waar we ze eigenlijk liever niet zouden moeten willen hebben. Echter. Denk ik dat ook nog wel weer enigszins mee zal vallen. Wat nu het belangrijkste is dat onze boogschutters dus volop aan het werk gaan. En misschien dat onze horsemen nog wel wat kunnen doen, maar niet denderend veel. Die zijn op dit moment niet het belangrijkste, laat ik het daarop houden. Charge on the enemy, guys! We need to charge on the enemy. Kijk, nu zijn we toch al een beetje in zo'n situatie dat we eigenlijk gewoon al gewonnen hebben. Alleen, er zijn nog wel een paar van die recruits en zo die we kunnen killen. Of ik moet echt een betere wapen krijgen, hoor. Dit schiet niet echt op. Dit schiet echt totaal niet op. Dit is weer waardeloos. Waardeloos. Maar we killing enemies en dat is ook belangrijk. Als we die lui maar allemaal weten te vermoorden, dan wordt het in ieder geval weer een stukje makkelijker. We hebben wel echt een devastating blow gedaan. Er zijn wel 3 mensen van ons dood en 127 van hun. Oeh, dat betekent dat we kaart van ze gewonnen hebben. Ik vind dat een goede zaak. Ik vind dat echt een hele goede zaak zelfs. En wat kunnen we nu ondertussen ook wel even gaan doen? Want we zijn nu toch in oorlog. We hebben net een strijd gewonnen. You want well, you're free to go. Ja, tuurlijk, joh, op Sodomieter jij. Jou mag ik ook wel. Oh, jou mag ik ook wel. Jou mag ik ook wel. Nou, dan hebben ze ook nog wel geluk ook nog. We hebben allemaal troepen weer vrijgelaten. Omdat het allemaal mensen zijn waar we helemaal geen problemen mee hebben. Die twee kunnen we daar wel heen brengen. Jou kunnen we upgraden. En jou kunnen we ook upgraden, zag ik. Dan moeten we dat ook altijd doen. Ik bedoel, ja, waarom niet? 119 prisoners. I know dat ik te veel prisoners heb op dit moment. Maar I don't care that much. Because... we zijn heel dicht bij dit kasteel. En als we heel dicht bij dit kasteel zijn, dan kunnen we hier heel gauw heen lopen. Om zo snel mogelijk eventjes op approach the gates, request entry. And go to the dungeon, donate prisoners and sell everybody off to this castle. Hebben we weer wat daarvan? Oké, nu moeten we even de keuze maken. Wat gaan we nu op dit moment doen? Wat is wijsheid? Ik denk dat het wijs is om dit kasteel te veroveren. Omdat dit kasteel ook van een leider is. En... het best wel dicht in onze buurt staat. En het ook hier wel een beetje ons front gaat versterken. En omdat het dus ook van een leider clan is, maakt het niet zo heel veel uit als wij het maar hebben. En dan krijgen we misschien wel minder vriendschap met andere lords. Maar niet van de lords waar we echt bevriend mee moeten zijn. Zoals deze mensen allemaal. Want ja, al deze mensen die zijn allemaal cool. En daar wil ik eigenlijk het liefst geen probleem mee hebben. Want... je weet niet wat er allemaal nog gaat gebeuren in deze playthrough en shit. Dus is het wel handig om nog een beetje mensen wat te vriend te houden. Vind ik zelf heel erg belangrijk ook. En nou kijk, deze kerel die boeit eigenlijk niet zo heel veel. En voor mij heeft hij dit kasteel van ons overgenomen. Dus we moeten ook weer even wat terug overnemen. En dit past nog wel een beetje bij ons nieuwe rijk. Wat we ook nog wel wat moeten gaan verdedigen. Omdat, ja, weet je, dat kent die man nog niet allemaal in zijn eentje. Hoeveel troepen staan hierin? 27 en 900... 50 ongeveer, besiege castle. May peace with the Flandians. Dat is nog epischer, want dat betekent dat we... nou ja, alleen even op deze keer hoeven te focussen met zijn fucking huge ass army en shit. En dan kunnen we nog proberen om... nou ja, onszelf wat te verdedigen. Dat is vooral belangrijk, dat we onszelf nu gewoon goed blijven verdedigen. Die bouwen we. We bouwen in ieder geval nog een siege tower. Ik denk niet dat hier heel veel lui op afkomen. En ik denk ook niet dat ze hem
kunnen verdedigen, dit kasteel. Omdat het gewoon best wel in een plekje staat waarvan je denkt van... Ja, nou ja, ik weet niet hoe je dat wil gaan doen, maar... Ik kan hier nooit meer op tijd komen. Die wil ik ook gewoon even bouwen, gewoon puur voor... Het is makkelijker voor ons om alles te hebben wat we kunnen hebben op dit moment. Wij hebben toch wel genoeg... cohesion over op dit moment. Calador komt hier aan met een leger van 600 lui. We lopen aan met 300 lui. Oké, als we nu op tijd dit starten, dan kunnen we daarna ook nog wel winnen van hun. Nu kan dat nog. Straks denk ik niet meer. Nee, dat denk ik niet. Lead assault. We are going to lead assault, bitches. And we are going to attack the enemy. And we are going to win, because that's our goal. Yes, that's our goal for today. Yes, we are going to beat that motherfuckers. In deze vroege ochtend. Maar dat maakt niet uit. Maar nou, maakt niet uit, joh. Het is ook wel leuk om even lekker verder te gaan. Anders kan je gewoon lekker kijken op mijn YouTube kanaal. Kun je altijd terugkijken. Dat scheelt ook wel weer een hele hoop, hè. Fucking vet. Fucking vet. Ik heb ook wel zin om weer even een kasteeltje te veroveren voor onze koning Galadok. En dan kan hij meteen verdedigen met zijn 600 troepen. Ja, ik weet niet of dat ons nog gaat lukken. Hangt een beetje vanaf hoeveel boogschutters wij verliezen. Want dat is eigenlijk echt de main thing in dit spel. Als je gewoon goede boogschutters hebt, veel boogschutters hebt, komt het altijd helemaal goed. En anders dan wordt het soms een beetje lastig. En soms dan gaat het allemaal easy peasy. En hebben we helemaal geen stress. We hebben ook nu twee kastelen. Dat vind ik op zich nog best wel een hele goede zaak. Want ja, twee kastelen is altijd leuker dan helemaal geen één kasteel. En ja, nou ja, dat is gewoon op zich nog best wel heel erg logisch. Hé, wat heb je liever? 100 euro of 5 euro? Nou, dan heb ik toch ook liever 100 euro. Ja, dat is best wel heel erg leuk. En ook best wel heel erg logisch. Eén siege tower hebben we. En op die andere plek gaan we met ladders naar binnen. Want we hebben niet echt een andere keus. Onze 324 troepen zijn allemaal meteen in beeld. En bij hun zijn er 128, waarvan 50 recruits. Nou, dat is best wel heel simpel. Die drivers zijn ook niet echt denderend sterk. 17 archers. En er zitten nog wel wat archers in de garrison. Dus ik denk dat ze misschien 30, 40 archers hebben. Nou ja, dat is op zich genoeg. Ik vind dat meer dan genoeg zelfs. Voor mij hoeven het niet meer. Laat ik het daarop houden. Ik weet ook niet wat voor troepen we eigenlijk allemaal wel niet hebben, hè? Want ik vind dit nog wel een beetje vaag eigenlijk. We shall see how many troops we will lose in this battle. Oh, de Zucht hebben we nu al wel redelijk aan het killen. Hop mensen, we moeten naar boven. Nou, hier lopen we voor mij gewoon zo naar binnen, denk ik. Daar lijkt het in ieder geval op. Kom mensen, ik wil ook. Ik wil ook. Hé, we mogen naar binnen toe. Gezellig. Iedereen loopt ook gewoon gezellig deze trappen op. Want ja, dit... makkelijker dan dit kunnen wij ook gewoon niet binnenkomen. Ze laten ons ook gewoon... Nou ja, als je ons ook gewoon naar binnen laat lopen, dan maken wij daar met alle liefde gewoon gebruik van. Alleen moeten ze straks niet gewoon met 50 man aan de stoel komen lopen. Dat zou wel echt een dingetje zijn. Zie je, de eerste kills zijn al gemaakt. We zijn al bijna gewoon helemaal binnen. Dit is wel heel bruut hoor. Sta je dan weer een goede gedrag voor de deur? Dan komen ze allemaal via de achterkant. Maar dat is grappig. En dan komen ze ook nog van de voorkant. Dat maakt het af. Dat maakt het wel echt helemaal af. Wat een brute actie, jongens. Wat een brute actie. Oh, daar komen ze ook nog via die kant. Dat maakt het nog meer af. Dit vind ik echt geweldig, hoor. Ik kan hier echt van genieten. Gewoon zo'n huge-ass army komt er op je af. En dan komen ze van alle kanten. En ze staan daar zichzelf te verdedigen met allemaal pijn en moeite in hun hart. Maar het lukt ze gewoon niet. In ieder geval eentje nog dood weten te maken. En dan lopen er hier nog ergens twee rond. Maar die hebben we nog niet gevonden. Of tenminste, ik heb ze nog niet gevonden. Ik denk mijn mannen ondertussen wel. Want die weten altijd op een of andere bijzondere manier precies waar de vijand allemaal staat. En hoe ze zichzelf moeten dekking geven. Ja, iedereen moet nu chargen. Want we moeten alleen die laatste twee piepers nog zien te vinden.
eentje heb ik gevonden. Knap, hè? Dat vind ik wel knap van mezelf. Oh, jullie moeten weten ook precies waar die is. Is dat hem? Loopt hij hier ergens rond? Hey, we did it! We have conquered this castle for our Lord and Savior prisoners. 17, nou dan nemen we die alle 17 maar lekker mee. Tuurlijk, dat doen wij. Dat doen wij natuurlijk ook alweer. You have changed 7 influence. Is nou 200 en bijna 300 dus. Nou, dat is ook wel weer leuk. Ik vind het altijd leuk om influence te krijgen, want dat zorgt er toch wel weer voor dat ik een beetje het gevoel heb dat wij heel goed bezig zijn voor onze koning. Chasing Greenheart's party. Nou ja, jongen, dat mag. Dat mag. Kom maar dan. Kom maar dan, bitch. If you want to fight me, then come and fight me. Weet niet of je dit kan winnen. We zijn ongeveer wel net zo sterk, denk ik, of niet? Ja, je mag het altijd proberen, denk ik dan maar. Ja, dat denk ik dan maar. Hè. Ze hebben wel meer troepen dan ons. Altijd. Nou, dan moeten we dit wel echt op een goede manier spelen. Want als we dit niet op een goede manier spelen, dan weet ik niet of het allemaal gaat lukken. Maar ik hoop het stiekem wel, want het zou wel heel erg leuk zijn als het lukt. Als het lukt, zou ik wel heel erg vrolijk worden in ieder geval. Dat is één ding wat helemaal zeker is. En ja, dat vooral. Het is wel weer een heel mooi gebiedje voor ons. Ik zie heel veel gras. En als ik heel veel gras zie, dan denk ik, yay, me so happy. Archers! Waar komen hun aanvallen, als ik dat zo zie? Loose formation! Soldier! Forward! Make cavalry! Forward! Nou, iedereen hebben weer een command gegeven. Ze komen op ons af, dus dat maakt het leven eigenlijk gewoon wel heel erg makkelijk, hoor. Het klinkt misschien een beetje flauw, maar het maakt het leven gewoon wel echt heel erg makkelijk. Mountain archers! Forward! Ik weet niet wie jullie zijn, maar ik zie één iemand of twee mensen op paarden. Allebei op paarden, dat vind ik al wel weer heel erg leuk. Oh, Kuzai Tribal Warriors. Nou oké, dan mogen jullie daar wel gaan staan, want ik denk niet dat jullie op dit moment nou echt een hulp zijn in mijn leger. Kunnen jullie nog niet schieten? Wat is dit voor raars? Normaal gesproken kunnen jullie al lang knallen. Kijk, daar gaan ze hoor. Wie had er nou ook alweer meer troepen, hè? Hey, hallo, wie had er nog meer troepen? Weet je dat nog? Ik ken hem wel. Ik weet het nog wel hoor. Heel goed zelfs. Ik had er meer troepen. Oh nee, wacht. Ja, meer troepen hoor. Huh, wie had er nou meer troepen dan? Ik dacht jij. Nee, niet. Vreemd zeg. Wat vreemd. Nou ja, dan zullen wij wel meer troepen hebben. Of niet? En nou ondertussen wel, of niet? Ja, hoeveel mensen rennen er nu al weg van jou? Legertje. Al die lui komen er niet eens. Ik laat nu gewoon mijn leger ook nog gewoon even rustig staan. Omdat ik denk dat het niet zo heel veel denderend zin heeft. Het enige waar we voor uit moeten kijken dat is die, zijn die boogschutters en zo. Of tenminste die horsemen, want daar hebben ze nu 41 van. Dat zijn best wel veel boogschutters. Dat is gewoon wel een redelijk aantal. En er rent ook al een redelijk aantal weg, zie ik. Maar dat maakt niet zoveel uit. Nu komen ze weer met 50 man aankomen, maar ook 40 horsemen. En daar ben ik dan wel een klein beetje... Ja, bang is een groot woord. Bang is wel een heel groot woord. Maar ik denk niet dat het heel erg efficiënt voor ons is. Archer! Aan de andere kant, ja, wat maakt het uit? Ik denk dat nu alweer heel veel lui van hun gekogeld worden met de pijlen. En dan hebben ze gauw genoeg, neem ik aan. Maar ja, dat is dan weer een aanname, dat weet ik ook helemaal niet zeker. Het enige wat ik wel zeker weet is dat we dit keihard gaan winnen. Dat is, ja, dat is, staat al helemaal vast. Die 14 pipo's die zijn al zo van, nou weet je wat, ik heb eigenlijk niet zoveel zin meer. En er is op dit moment nog wel helemaal niemand van ons leger doodgegaan. Dat vind ik eigenlijk ook al best wel heel erg episch. We moeten wel eens zorgen dat we dat of hout weten te houden. Archer! Move! Infantry forward! Of we moeten gewoon heel... Ja, we gaan nu gewoon wat rustig advancen. En proberen te zorgen dat ze ons niet weten te... Arrow! Infantry! Nare manier. Want als ze dat doen, dan wordt het in één keer wel heel erg lastig voor onszelf. Die 14 lui die gaan waarschijnlijk ook allemaal wegrennen. Neem ik aan, dat weet ik niet zeker. Moment!
Footmen, move! Cavalry, forward! Archers, move! Move! Infantry, forward! Ik denk dat we dit gewoon een beetje zo moeten doen. Cavalry, archer, move! Of wat we kunnen doen. Misschien dat dat werkt, dat weet ik eigenlijk niet zeker. Dat is met onze 30 man naar hun 40 man lopen. Maar ze gaan nu in de bossen. Dat is sowieso niet zo heel erg efficiënt voor ons. Ik denk dat ik het zo moet gaan doen. Alleen ik wil denk ik wel eerst jullie hier nog even laten staan. Wachten totdat onze infantry net even iets dichterbij is. Of dat onze Calaveria net even wat dichterbij is, maar we moeten niet alles tegelijk laten chargen, omdat dat, ik denk niet dat dat heel erg leuk gevonden gaat worden. Valt hij nou onder infantry of rennen ze nou gewoon allemaal echt weg? Ze rennen voor mij gewoon allemaal echt weg, of niet? Wat een losers. Kan toch niet? We hebben niet een van die leiders vermoord. Ik denk dat we gewoon al hun leiders gewoon ontsnapt zijn. Dat is nog helemaal niet zo grappig eigenlijk. Eigenlijk is dat ook gewoon nog heel erg vervelend ook. Die kerel die wordt ook gewoon afgeslagen. Wat een loser. Maar dat is wel een beetje irritant hoor, dat hun leiders waarschijnlijk allemaal weer ontsnapt zijn. Want dat houdt in dat we helemaal geen reputation of met iemand krijgen ofzo. Nee, ik denk niet dat dat heel erg leuk is. Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Ik ben er wel zeker dat ik dat niet leuk moet vinden, want... you've got where you're free to go. Banu Arabat, you may go. Die mensen, die mogen ook allemaal gaan voor mij. Britannian Hero. Yes, I know. Maar dat maakt niet zo heel veel uit, omdat we dus naast een kasteel van iemand staan, kunnen we gewoon hier heel makkelijk heen lopen en zeggen hallo. En dan approach the gate. To the castle, go to the dungeon, donate prisoners, sell everybody. Krijgen we weer wat influence erbij. Besieging Sargoth, nou dat denk ik niet. Nu zullen we ook al deze plekken even verdedigen gaan. Omdat we dat eigenlijk soort van verplicht zijn. Naar onze koning, ja vooral naar onze koning denk ik dan. Ik weet niet helemaal of het nou per se naar onze koning is. Maar ik weet wel dat we dit moeten gaan verdedigen. Omdat we anders, ja, dan zitten we elke keer met dat gauwoer, toch? Dan zitten we dit kasteel weer, dan dit kasteel weer. En we moeten gewoon nu zorgen dat onze kastelen die we hebben, eventjes wat meer tijd krijgen om te helen. En om ervoor te zorgen dat gewoon alles gewoon super episch sterk wordt en zo. Wauw, maar we can beat everybody. We can beat the whole fucking world if we need to. Alleen dat moet wel op een juiste manier gespeeld worden dan. Oké, nice. Zij komen naar ons toe. Dat betekent... Cavalry! Forward! Arrows! Mounted horsemen! Archers! Forward! Step in the trap! Raise your shields! Ik denk dat we dit een beetje weer zo moeten spelen. Ik weet niet waarom ik dit niet zo heel grappig vind. Maar ik vind het vooral niet grappig, omdat... we met 130 lui waarschijnlijk gewoon vet dom naar onze... heel erg irritant. Nou, we in ieder geval een van die lords gekild. Altijd een goede zaak natuurlijk. En hun denken nu, hey yo, we can makkelijk beat the enemy, we can beat the enemy easily. Maar dat is niet zo. Want wij zijn gewoon ready to murder eigenlijk. Al tegenover deze lui. Deze lui stellen ook nog ineens een rug voor ook nog.
Ja, maar dat zijn onze... Dat zijn mensen die, die zitten nu wel bij ons in het leger, maar die zijn niet, doen niet echt mee hoor. Die spelen alleen hier eventjes mee, omdat ze hier toevallig worden ingezet. Oh, en dan gaan ze maken ze ook de mensen dood ook nog. Wat schattig eigenlijk, hè. Dat vind ik nog best wel heel erg overpowered. Zie, dit stelt natuurlijk helemaal geen rug voor wat voor team wij daar mee kregen. En het is ook niet dat we daar een beetje op aan het vertrouwen waren. Meer gewoon van, oh nou ja, we hebben het gekregen en we maken er maar gebruik van, maar het is niet van, oh my gosh, we need that enemies. Kijk, je kent ook niet besturen, hè? En ik ben van mening, als je je troepen niet kan besturen, dan heb je er ook niet zoveel aan, of tenminste, dan kunnen ze heel erg handig zijn, maar ze zijn 9 van de 10 keer ook gewoon rete vervelend. Nou, dat is in dit geval dus zo. Kijk, deze troepen die gaan er allemaal aan. Deze gaan er werkelijk maar echt allemaal hartstikke naar hard aan. Infantry! Kill them all! Order charge! She next. Show. You are dead! Archer! Give him her! Iedereen mag nu wel gaan chargen natuurlijk. Maar ik denk wel dat we op dit moment gewoon al redelijk gewonnen hebben. Eigenlijk weet ik dat wel bijna helemaal zeker. Er lopen nog 14 horsemen rond hier die de battle willen aangaan tegenover ons. Altijd doen zeg ik dan. Maar zo kan ik dat nou weer missen. Wat een loser. Wat een fucking loser. I'm so fucked up. Maar ja, we gaan dit in ieder geval... Binnen, dan hebben we ons kasteel weer verdedigd. Onze kastelen weer verdedigd eigenlijk, hè. En dat zijn meerdere kastelen die we op dit moment wel redelijk verdedigd hebben, vind ik zelf. Ja, ik vind dat we eigenlijk best wel heel goed, goed bezig zijn. U mag ook voor mij wel chargen. Voor mij rennen die andere twee people's. Willen die wegrennen? Nou ja, dat gaat natuurlijk ook. Ja, je mag het altijd proberen, dat, daar niet van. Staan we hier wel heel erg op een vervelende plek. Gelukkig, want ik was al helemaal bang dat we hier gewoon burg zaten en dat we helemaal niks konden doen. Dat zou echt eigenlijk maar gewoon een fucking cream zijn. Maar gelukkig, of tenminste met heel veel pech dan hè, voor ons. Kennen we daar ook nu op dit moment niet meer zo heel veel aan doen. We hebben het gewonnen. We hebben keihard gewonnen. You are free to go. Yes. Jullie mogen allemaal weer gezellig met mij mee. Ik denk dat jullie daar wat minder gezellig zullen vinden. Want jullie worden allemaal weer verkocht. Haha, wij verkopen iedereen hoor. Maakt mij geen reet meer uit wie we allemaal verkopen. Maar we verkopen iedereen. Dat spul nemen we ook allemaal gewoon weer gezellig mee. Want waarom niet, weet je. Het is gewoon wel makkelijk om dat allemaal te hebben. Besieging Tulibus Castle, oké. Okay. Ja, kijk, dat is dus best wel geniaal. Kijk, als hij die Tulibus Castle overneemt, dan is dat ook weer een kasteel wat we kunnen gebruiken. Hè? En dan krijgen we hier de eerste voet aan de grond. Nou, dat vind ik een heel goed en sterk idee van mijn koning. Wat ik ga doen, dat is Disband Army, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. En dan gaan we naar de... Deze. De nieuwe owner of this castle. Kijk, met die kerel heb ik dus al 100 relatie. Dus daar hoeft het voor mij niet beter mee. Dus dan kunnen we deze kerel vragen. En als we die dan 100 geven, dan krijgt hij hem. Want deze kerel hebben we al 100 relatie mee. Nou, we hoeven hem zelf, hoef ik hem eigenlijk ook niet. Dus als we hem aan hem geven, dan krijgen we hier dus ook 100 mee. Nou, deze is nu dan weer 95. Maar 95 vind ik ook hoog genoeg. En ja, we kunnen toch niet iedereen blij maken. Tenminste, dat denk ik dan. Ik weet niet of dat daadwerkelijk wel of niet kan. Oh ja, wij moeten nu hier eventjes heen om deze troepen te verkopen. Want dat is ook wel heel erg makkelijk. Request entry, yes. Go to the dungeon and sell everybody. Donate, oké. Okay. Ik zal even met deze, met de koning meelopen. Tenminste, als ik hem nog kan vinden. Wat ik eigenlijk wel hoop dat we hem nog kunnen vinden. Kijk, daar is jouw Caladoc.
We gaan niet met hem mee vechten, want dat vind ik echt heel erg irritant en waardeloos. Ik vind het niet erg of zo, maar het is wel heel erg waardeloos om die battles te moeten doen. Gewoon puur om het feit dat het helemaal niet zo goed werkt. Als hij nu dit kasteel overneemt. Want je mag je eigen troepen niet besturen. Nou, en als je je eigen troepen niet mag besturen, dan vind ik het al een waardeloos iets. Maar je zag hier ook alweer een leger van 600 lui lopen. Aha, kijk, hij wil mij wel aanvallen. Ik denk, als ik nou ervoor zorg dat hij niet meer dan 600 man krijgt, dan kan het nog wel eens heel erg leuk gaan worden. Want dat zorgt er weer voor dat we net eventjes iets meer voordeel hebben. Want als hier 750 man aankomen kachelen tegen onze 617. Nou ja, ik weet niet hoor, maar dan denkt mijn lord, let's run, motherfucker. En nu kunnen ze dan wel denken, oké, kom maar op, Joe. Jojo staat in de building, of eigenlijk Greenut, zoals we heten in dit spel. Archer, move! Wheel to enemy! Stand apart! Footman, move! Form a shield wall! Form a shield wall, en mijn vrouw die mag daar bovenop gaan toekijken hoe... Oh, nee, wacht. Daar bovenop, anders dan wordt het lastig. En nu is het gewoon eventjes afwachten. Ik denk dat ik eventjes met mijn ex ga oefenen. Proberen nou even wat lui te killen met een... Met deze mooie axe. Ja, want we hebben op dit moment niet echt tijd om naar Struja te gaan. En in Struja daar zijn meestal wel hele mooie axes. Maar ja, dat wil dus nu op dit moment niet helemaal, omdat... Omdat we op dit moment druk bezig zijn om hier de oorlog tegen te winnen. Tenminste, dat is nu mijn prioriteit. Wat de fuck gebeurt hier nou weer? Oh, dit is wel heel vaag eigenlijk. Leuk, denk ik. Nou, we kunnen nu ook niet echt stoppen, want we zitten midden in een aanval. Dus we moeten er maar op vertrouwen dat we dit overleven. Of tenminste, ja, dat we dit overleven. Ik zal naar mijn zwarte vlek toe gaan. Oh, dit is wel echt heel erg lelijk trouwens. Moet ik nou inschatten wanneer wij moeten chargen? Hallo jongens, ik weet niet of we dit aan het winnen zijn of niet. Oh, we zijn dit wel redelijk aan het winnen. Is dit vaag? Wat gebeurt hier? Nou, dit kan sowieso nooit goed wezen. Ik zie ook echt drie keer helemaal niks zo, toch? Heel af en toe zie ik eens iemand. Zo iemand weet te killen, dat is een heel knap vinden van mezelf. Gelukkig, we hebben dit afgelopen. Ik hoop dat het niet zo blijft, want anders dan zo wordt het meteen ook gewoon heel erg irritant. Ik weet niet wat er net gebeurde hoor, ik weet het echt. Ik heb echt werkelijk maar geen idee. You fought well, you're free to go. Kijk, eigenlijk is dit misschien ook wel helemaal niet zo handig om ze meteen weer te laten gaan, want... Ja, ik denk niet dat mensen dat heel erg slim vinden. Ik vind het zelf ook niet zo denderend slim, maar ja, waarom niet, weet je. Boeit me niet zo heel denderend veel. Druk op oké. Nee, neem ook allemaal mee. Nou ziet het er wel weer goed uit. Daar loopt nog een lord. Chasing Kalladork en following Arduram. En dit is Arduram's army. Zal ik ook deze keer wel proberen tegen te houden. Want elke keer dat dat lukt, dan hebben we toch weer een beetje voordeel. Think you're the one to surrender. Oké, deze keer wil mij ook aanvallen. Dus dan kunnen we ook niet wegrennen. En dan zal hij Archers, move, ook met zijn leger gaan staan. Neem ik aan. En zal deze keer ook wel proberen om ons aan te vallen. Gaan daar maar weer gezellig staan. Ik blijf hier deze keer ook wel staan. Want ik weet niet wat er net allemaal gebeurde. Maar ik vond het niet zo heel erg leuk. Kijk, deze shield wall die heeft tenminste wat zin, hè. Zo net hadden we ook een shield wall met onze Impossible to Beat Army. Maar ja, driekwart van die lui, dat zijn recruits, dus hebben we allemaal geen schilder. Maar nu heeft iedereen tenminste van onze schild. Nou, dat vind ik tenminste wel echt veel epischer. We hebben misschien alleen nog niet zo heel veel spearmen. Ik zie tenminste niet zo heel veel spearmen. Ja, een paar. Hier lopen er wel een paar op. Maar het is niet dat ik zeg, oh my gosh, we can win easily because we have a lot of spearmen ofzo. Juist totaal niet.
Oké, dit vind ik wel heel erg cool. Je ziet ze daar aankomen. Ze denken, hey, we are going to charge on the enemy. We are going to win this battle. En ze lopen maar, En je ziet ze ook gewoon steeds dichterbij komen. Vol met moed. En ze denken van, nou oké. We gaan wel veel kameraden van ons dood. Nu beginnen ze al wat te twijfelen van, oh shit man. Ik denk niet dat we dit kunnen winnen, want dan gaan we heel erg snel allemaal dood. En nou geven ze allemaal op. Laten we al onze troepen chargen, omdat we zoveel mogelijk recruits nog willen proberen te killen. En omdat het gewoon wel heel makkelijk kan zijn. Ik bedoel, ik denk wel dat het makkelijk is om zoveel mogelijk van deze lui nog te killen. Want misschien nemen we er wel een paar mee. Sommigen draaien zich allemaal naar om. Die, you pig! Ze lopen nu allemaal nog naar ons toe, dat is ook wel heel erg episch. Ik weet niet waarom ze dat doen, maar ik vind het wel grappig. Als jullie omkeren dan, hebben jullie ook gewoon een fucking probleem met ons. Er zijn er nog twee over, ik denk ook niet dat deze gaat rennen. 0 mensen, of 26 verwonderd en 0 mensen hebben weg kunnen komen. Van die 95 troepen die ze hadden, hè? Nou ja, dat is op zich wel weer heel erg positief. You fought well, you're free to go. Oké, nou dat is ook wel weer heel erg mooi. En we hebben weer wat charm erbij. Ook altijd leuk, want ja, dat vinden mensen heel erg belangrijk. En wij vinden dat ook wel redelijk belangrijk natuurlijk. Laten we dit er nog even bij doen. Voor mij zijn hun er nu wel redelijk klaar voor, hè, met zijn Chasing Galadox Army. Ja, dan moeten we nu wel ook meteen attacken inderdaad, want dan moeten we nu eerst zorgen dat we dit winnen. En als we dit dan gewonnen hebben, dan kunnen we dan wel weer kijken wat er voor de rest nog allemaal moet gebeuren en zo. Ik denk tenminste dat dat nu de juiste koers of working is. Ja, ik denk het wel. Eigenlijk weet ik dat stiekem bijna wel helemaal zeker, maar nou ja, dan weet je eigenlijk nooit bijna helemaal zeker. Maar je kunt altijd, ja, je kunt altijd wel wat proberen, denk je dan. Dat weet ik wel zeker dat dat kan. Probeer ik in altijd, dat is ook helemaal gratis en zo. En anders dan kost het gewoon fucking veel geld. Ja. Nee, maar ik denk dat dit de meest logische keuze is. Aan de andere kant, volgens mij heeft hij helemaal niks gebouwd. En als hij helemaal niks gebouwd heeft, dan zijn we een soort van wel echt buttfuck. Want dan wordt het wel echt lastig om binnen te komen. Aan de andere kant, oh, ze hebben maar 70 mensen. Oh, what the fuck? Ja, maar 70. Maar dit kasteel stelt 3 keer helemaal geen reet voor dus. Nou, dan hebben we toch wel weer geluk. Dan komen we wel binnen. 400 man tegen 70. Suggles. Nou, dan winnen we dit wel. Easy mode zelfs. Kijk, nu is het eigenlijk geen probleem meer. 70 man. Ik denk, jezus zeg. Dan moeten we dadelijk ook nog proberen om die andere mensen af te maken. Hè? Dat wordt wel lastig. Ik denk dat dat vooral lastig wordt. Omdat dat gewoon heel vaak lui zijn. Waarvan ik denk, hoe de fuck wil je dit gaan doen? Maar we zullen eerst wel proberen met deze mensen op de ladder mee te lopen. Want er komen 400 man op deze schattige 770. Volgens mij begint het al wel aardig. Volgens mij denken we nu, shit, we moeten het verdedigen hier ook. We lopen al wel aardig wat lui naar deze op deze trappen. Maar ik denk niet dat er genoeg zijn om dit helemaal te verdedigen. Het enige nadeel hier aan is, het is altijd zo lastig om binnen te komen in zo'n ding. Valt me altijd wel tegen. Ik ga nu. Ik zie al mensen lopen, dus dan komt het sowieso wel goed. Een mooie axe, dus ik ben ook wel helemaal tevreden wat dat betreft. Ik heb ook wel zin om nu even lekker te chargen. Nu zie je het al, hè? Nu zijn we al een beetje binnen en dan begint gewoon die raid play eigenlijk. Oh, dat vind ik minder grappig, dat ze daarom met z'n drieën staan te wachten op ons. Oh, dit is wel creepy. Dit hebben we tenminste mooi gedaan.
gaan weer naar boven om te kijken of daar nog steeds iemand staat. Omdat diegene weggepest is, die is zo weggepest. Nou, dat is ook weer een goede zaak. Er lopen nog maar 9 lui rond, dus eigenlijk hebben we dit kasteel ook al veroverd. 6 man. Nou, en hier lopen er nog de laatste paar. Maar ik denk niet dat die nog aan binnen hier al. En we hebben dit kasteel veroverd. Hartstikke goed bezig natuurlijk weer. Ja, op zich vind ik dit nog best wel heel erg episch. En we hebben Kaladok gered. Want ik bedoel, anders had hij dit kasteel waarschijnlijk veroverd. Maar te laat. Want dan komt dat andere Yukov van het leger er nog bij. En dan winnen ze waarschijnlijk ook niet meer zo heel erg gemakkelijk. En nu hebben wij het nog even geholpen. Dan gaat het kasteel niet door. Approach the gates, request to somebody. Ja jongen, maar dat maakt... Huh? Oh, heb ik nu op Enter Dungeon gedaan? Wat heb ik op Enter Dungeon gedaan? Dat was niet de bedoeling. Tjonge jongen, Enter... Oh, we kunnen hier geen... Kunnen we hier nou geen prisoners doneren? Of is dit kasteel nu al voor mij? Ik weet niet hoe dit werkt hoor. Oh, vaag. Vote voor Tublis Castle. Ik vind dat hij naar hem mag gaan. Ja, vind ik. Nou, dat mag toch dat ik dat vind. Vind ik gewoon. Ja, en als ik dat vind, dan moeten we dat ook gewoon doen. Want Kaladok is mijn maat. Waar gaat die kerel nou heen dan? Sieging Sargoth. Oh, dat is ook niet de bedoeling natuurlijk, hè? Kan ik nog een leger oproepen om dat te voorkomen? I don't know. Kijk, wat op zich... ...400 troepen, zeg maar, tegen 600. Dat wordt wel lastig, hoor, dit. Ja, hun hebben gewoon 200 man meer als ons. Dus het wordt wel echt fucking lastig om dit te winnen. Ik moet even één ding kijken. Of dat werkt. Wat we ook kunnen doen, dat is gewoon... heel gauw een leger bijeenroepen. Om te verdedigen. Ik denk dat dat veiliger is voor ons. Denk ik. Maar dan moet dat wel werken natuurlijk. Jou moeten we dan hebben. Jou. Dan gaan we ook gewoon iedereen roepen die we kunnen roepen. Want, waarom? We gaan dan meteen ook gewoon nog verder aanvallen natuurlijk. Hopelijk werkt dit een beetje. Ik hoop dat dit gewoon een beetje werkt, toch? Dat zou echt super relaxed zijn. Nou, daar hebben we de eerste al. En nou moet het doel eigenlijk zijn. Om, stel we krijgen straks 300-400 troepen. Om hierheen te gaan, nemen we dit ook over. Dan hebben we hier echt zo'n heel front aan shit. En ik denk dat we dat op zich nog best wel heel goed kunnen gebruiken. Maar ik hoop wel dat er op dit moment heel erg snel iemand komt om mij te helpen. Daarmee. Hebben ze dit kasteel nu alweer van ons overgenomen? Nee, hè? Oh my fucking god, zeg. Nu komt daar een leger op af. Dan komt deze ook naar mij toe. Dan komt er nog één. 2 en 3. 800 troepen! Kom maar op, bitch! Oh, wacht. Er was nog meer. Oh my god, er kwam nog 80. Die wil ik ook hebben, hoor. Dit wordt echt leuk. Dit wordt echt leuk. I am... What the fuck, jongen? You know we are at war. I don't care, motherfucker. Kom maar op, joh, flikkertje. We will show you that there is no mercy between the battalions. And we will show you that you cannot beat with us. Attack. We will attack. We will show you that you cannot beat me. Alleen hoop ik wel
pray to God dat we genoeg boogschutters krijgen. Ik hoop echt dat we genoeg boogschutters krijgen. Als we nu 4 boogschutters krijgen, dan ben ik niet blij. Dan ben ik echt niet blij. Oh, 29, is dat genoeg? Oh, 29 boogschutters, dat is wel weinig hoor. Infantry! Oké, dit moeten we gewoon maar zo proberen, want anders wordt het hem echt niet. Stand soldier! Move! Make it! Mounted archers! Move! Archer, cavalry, forward! Ik denk dat wij ook nog naar hun toe moeten komen, wat het eigenlijk alleen nog maar minder leuk maakt. Maar ik moet eerst even kijken waar ze zichzelf gaan neerzetten en zo. Ik denk dat we dat als eerste moeten weten. Moeten en willen weten eigenlijk. Want stel, zij willen ons toch gaan chargen. Daar lijkt het eigenlijk wel een beetje op, hè, dat zij naar ons toe komen. Kijk, als zij naar ons toe komen, dan kunnen we onszelf altijd verdedigen. Ja, ze komen nu naar ons toe. Chill, dat is wel relaxed. Maar het enige nadeel is, dus hun hebben 220 troepen, wij hebben 280 troepen. Dus we hebben wel meer troepen. Alleen, ik vind het een beetje jammer dat we maar zo weinig boogschutters krijgen. 30 boogschutters. Is wel weinig hoor. Vind ik wel weinig eigenlijk, om heel eerlijk te zijn. Dan hoop ik dat het maar hele goede boogschutters zijn, want anders dan hebben we er ook nog helemaal geen ruk aan. Moet maar. Maar ik begin nu wel een beetje te twijfelen of ze nou naar ons toe komen of niet. Hallo bitches, komen jullie nou naar ons toe of niet? Ik zal nog wel een keer gaan kijken. Dit is namelijk niet zo heel erg leuk. Als zij niet naar ons toe komen, dan wordt het gewoon fucking lastig om hier te winnen. Als zij gewoon ergens gaan chillen. Als zij gewoon ergens gaan chillen, dan wordt het gewoon super lastig om te zeggen, we gaan hier er langs proberen te komen ofzo. En ze lopen zo raar. Ze lopen nu via deze kant, willen ze komen of willen ze nou niet komen? Of wat is hun intentie? Dat weet ik niet. Lijkt erop dat ze zo via deze zijkant willen proberen te komen. Zo'n gevoel krijg ik tenminste een beetje. Nou ja. Mij niet uit van welke kant ze komen, als ze maar van een kant komen om ons aan te vallen. Dat heb ik liever dan dat wij hun moeten aanvallen eigenlijk. Oké, nu gaan wij gewoon achter die twee lui aan. Want ik weet niet wat ze nou willen doen, maar ik denk dat als wij met deze twee lui in ieder geval een van beter te killen. Of rennen ze nou weer weg? Lopen jullie nou gewoon echt weer weg? Wat een hufters. Oké, dan moeten we nu een andere positie gaan uitkiezen om te staan. Want anders dan werkt het niet. Of wat we moeten proberen, dat kan ook nog. Dat is met onze... Kijk, want deze twee zitten nu gewoon gezellig achter mij aan. Nou, dat mag. Maar dit gaat ook gewoon werken, want nu denken mijn boogschutters... Hé, hey, joh, lullo's, val mijn baas niet aan. Want ik ben niet de koning natuurlijk, hè. Dat is ook nog iets, dat moeten we niet vergeten. Godsamme, wat een irritante klootzak. Nou, er is in ieder geval één iemand van hun wounded en die andere die rent al weg. Dus wat dat betreft gaat het al hartstikke goed. Maar als we op deze manier wat weten te spelen, ja, dan komt het natuurlijk ook gewoon veel makkelijker goed. Nu lopen er alleen 8 en 8. Ja, dat is niet zo heel erg voorbijsterend goed ofzo. Maar ik denk wel dat we op deze manier wat moeten gaan doen. Ik denk niet dat we te snel moeten gaan chargen als een of andere idioot. Want als we nu als een of andere idioot gaan chargen, dan krijg je dadelijk gewoon een keer problemen. Dan... verliezen we nu te veel troepen en ik moet die stad nog overnemen, want dat moet eigenlijk gewoon, dat is gewoon een must. En het liefst met zo weinig mogelijk casualties, want dat zorgt er weer voor dat we gewoon punten scoren als het ware. Ook al klinkt dat misschien wat vreemd punten scoren, maar dat is wel zo natuurlijk, hè. Komen jullie nou ook al achter mij aan? Echt totaal niet goed zo. Niet zoals ik het graag wil hebben in ieder geval.
Kijk, dit gaat nu helemaal fout. Nu gaat dit echt helemaal fout. Nou, we nemen al mijn lords het over. En die zijn niet zo heel goed in lord, in deze ding. Dan gaan we altijd heel veel troepen verliezen. En als we heel veel troepen verliezen, nou, dan vind ik het eigenlijk ook niet zo heel grappig meer. Nou ja, dan moeten we dit maar afwachten. Gewoon even wegkijken van het scherm. Gewoon eventjes ogen dicht, even huilen. Dit is echt niet grappig eigenlijk. Nou, we winnen wel, dat weet ik wel zeker, want we hebben meer troepen. Dus dan mag ik hopen dat we dit ook nog winnen, want anders dan vind ik het echt losers ook nog. Maar er gaan nu wel heel veel troepen van ons dood, hoor. Jezus, wat gaat dat mal? Dat gaat eigenlijk ook te mal. Hey, dat snap ik dus niet, hè. Hoe kan het zo zijn dat hun zo fucking veel meer troepen als, of minder troepen als ons hebben? En dat we nog steeds zo makkelijk van hun verliezen. Kan toch niet? Dat kan toch echt? Dat vind ik echt heel raar eigenlijk, hoor. Hoezo gaat dat dan niet gelijk op? Dan zou dat toch gelijk op moeten gaan, of niet? 20, oh, dat is historisch, hè. Godverdomme zeg, wat, we verliezen dadelijk gewoon ons gehele leger ook nog aan deze klootzakken. Dat zou heel erg lullig zijn, vind ik, hoor. Kijk, nu zijn wij wel redelijk... Jezus, wat een rood scherm! Het gaat wel heel erg slecht. Nou, wie zal er winnen? Wij verliezen dit ook nog gewoon, hè? Dat is wel wat heel triest zijn. Kunnen we nog end battle doen? Nee, dat kan. Ja. Ik weet niet hoe retreat. Wat samen zijn, wat is dit triest. Dit vind ik wel heel sneu, hoor. Sneu voor ons dan. Retreat. Oké, hier hadden we wel echt geluk mee. En we hebben meteen weer 500 troepen. En daar komt er nog eentje aan. Maar dit doe ik niet nog een keer, hoor. Ik ga niet nog een keer met zo'n leger zo dom aanvallen. Want oh my gosh, nu hebben we ook echt gewoon nog een klein klote leger. Nu gaan we snel die stad aanvallen, want dat moet ons lukken gewoon. We hebben wel geluk, hoor, dat wij net hier aankwamen kachelen. Dit is eigenlijk precies hetzelfde, hè, als dat we net hadden. Alleen nu hebben we wel veel meer troepen als hun, denk ik. Ja, dat weet ik wel zeker, dat we veel meer troepen hebben als hun. Oh my gosh, zeg, wat een afslachting was dat. Nou, dat vond ik niet leuk. Dat vond ik echt niet leuk, hoor. Dit vond ik echt helemaal niet een grappige battle. Godsamme zeg. Zoveel dooien. En dat allemaal omdat je op die automatische piloot ging, hè. Dat is echt... echt niet grappig. Eigenlijk vind ik dat echt niet grappig, nee. Maar ja. Er zullen ook mensen zijn die denken... oh ja, leuk man. Leuk man toch, die battles. Iedereen van je leger dood. Cavalry move! Ik denk dat ik die dame neerzetten. Maar gaan zij ons nu chargen, dus dan moet ik mijn leger iets meer daar neerzetten. Mijn booswitters komen hier zo met een loose formation. Loose formation. Volgende keer als ik zoiets ga doen, dan moet ik erover nadenken. Archers! En dan vooral nadenken in de zin van... Riders! Horse art move! Oh, dat zijn die lui. Oké, nou die mogen ik voor mij hier nog gaan staan. Forward! Ja, dan moet ik er dus over na gaan denken van... Oké, misschien kunnen we dit wel winnen. Maar is het ook verstandig om bijvoorbeeld mijn... horseman mee te nemen, zeg maar. Dan neem ik gewoon mijn Calivarium mee tegen die 17 lui. Want ik ben nu gewoon gespierst als het ware door een hele hoop horsemen. Nou ja, dan ben je gewoon fucked. En anders dan heb je nog wat cover onder zeg maar je paar
troepen en ik denk dat dat toch best wel heel erg nice is. Archer infantry! Fall up! Form a shield wall! Nou is het alleen afwachten hoe snel gaan al hun troepen dood en hoe snel gaan al onze troepen niet dood. Want op zich, hè, met onze 12 booschutters vind ik nog steeds dat we best wel heel snel allemaal lui van hun weten te killen. Infantry! Charge! Arrow! Move! Horsemen, kill them all! Oké, kijk, en nu zijn we elkaar het in één keer aan het winnen. En waar slaan we het op? Helemaal nergens. Want zoveel meer troepen hebben we nu in één keer niet als daarnet. Infantry! Forward! Nou gaan we het wel weer gewoon goed zetten natuurlijk, want ik wil niet cavalry, forward! Dat dit nog een keer gebeurt. Footmen! Move! Archers! Move! Stand up! In a loose formation nog steeds, inderdaad. Nou dan kunnen we het nog een keer proberen. We kunnen het eigenlijk nog een keer proberen. Ik heb nog wel heel weinig levens, dus wat dat betreft ben ik ook al niet meer zo heel erg amused. Maar ik denk wel dat we nu heel makkelijk kunnen winnen. We hebben nu net 8 mensen verloren. Waarschijnlijk zijn dat de meest sterke troepen. Of tenminste 8, iets meer. Maar ik denk wel dat we op dit moment al wel redelijk onszelf hebben bewezen dat we dit wel kunnen winnen. Als we nou weer even rustig afwachten, dan gaan we nu alweer heel wat lui van hun dood. Neem ik aan. En dat is ook gewoon de truc. Dat zou in ieder geval de truc moeten wezen. Okay, dat is een sneuwe gewaarwording. Dat je spawnt midden in de vijandige linie. Dat is gewoon fucking sneu. Daar kan je ook helemaal niet jezelf tegen verdedigen. Oh, nu ben ik dood. Weer. Gelukkig hebben we nu denk ik al gewonnen. Met het meeste gedeelte. Dus er zal niet heel veel meer gebeuren. Nou, dat hoop ik in ieder geval. Ik hoop echt dat ze niet nu in één keer... Pap, gewoon kaart. Kijk, dat slaat helemaal nergens op. In één keer gaan de tyfus veel troepen van ons dood. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Net. Oh, nou, niemand van jullie kan winnen van ons. En nu in één keer... Brrr, al onze troepen gaan dood. Dat kan toch niet? Dat is fucking raar. Dat vind ik echt heel raar, hoor. Dat vind ik echt heel raar. En het slaat ook helemaal nergens op. Oh, nou in één keer komen er weer heel veel troepen van hun dood. Oké, nou dan hebben we daar weer geluk mee, maar ik vind het wel heel raar. Wij kunnen 150 troepen, nou ja, die gingen bij ons helemaal niet dood. Die waren ook helemaal niet aan het doodgaan. We waren keihard aan het winnen en nu in één keer... Brrr, iedereen dood van ons team. Dat is raar. Dat is echt heel vreemd. Maar blijkbaar kan dat dus. Heel erg irritant vind ik dat. Misschien merken jullie dat. Ik weet niet of jullie dat merken. Ik vind het heel raar in ieder geval. Laat ik het daarop houden. De castle, go to the dungeon, don't need prisoners. Allemaal, we kunnen jullie weer opzodemieteren nu. Leave. Nou, dan gaan we deze kill nog wel proberen aan te vallen. Maar voor mij is dit hun leider. Nou ja, als we hun leider weten te verslaan. You know we are surrender or die, I don't care. Ja, nu heb ik de meerderheid, hè. Ha, ja, kijk dan, durf je wel. Oh, wacht, we hebben heel weinig leven. Eigenlijk moeten we gewoon dit kasteel overnemen, maar dat wordt hem dus niet. Ik
zo eens even in de Charrington screen kijken, want voor mij hebben we ook alweer een leadership skill omhoog. Towncare had 20 voor security. Nou, ik denk dat ik voor de loyalty ga. Scouting omhoog. Oké. Nou, dat is ook altijd wel weer heel erg belangrijk natuurlijk. Ik weet niet waarom, maar dat zal vast belangrijk zijn. Daar kunnen we nog 2 punten in zetten. Athletics, your throwing weapons plus 1. Nou, dan wil ik denk ik liever throwing weapons, want ik gebruik toch dat andere sowieso niet. Wounded soldiers heal in settlements. Oh, zo kunnen we dat trainen. Raid caravans, recruit and lead bandit troops, infiltrate enemy towns, give bribes, escape from captivity. Battle loot plus 2,5%. Aha, recruit and lead bandit troops. Oh, oké. Raid caravans, infiltrate enemy towns, give bribes. Ja, op zich gebruiken we dat niet zo heel denderend vaak. Ja, het zou misschien wel handig kunnen zijn, maar dan zou het heel erg vet zijn als we deze kunnen doen. Want dan heb je er wat aan, anders dan heb je er niet zo heel denderend veel aan, eigenlijk. En iedereen gaat weer zijn eigen weg, wat heel erg vervelend is op dit moment. Want dit kasteel is kapot slecht beschermd, hè? Tegenover onze andere shit. En als we hier nu naar gaan kijken, oké, dan is hier ons rijk wel redelijk sterk. Hè? We hebben die 2 kastelen. Ik ben eigenlijk best wel blij met mijn 2 kasteeltjes. Hier moet ik even naar kijken. We moeten het om met 2 noblemen zien te praten. En dan kunnen we ook verder met de quest. En mijn leger is ook helemaal afgezwakt. Hè? Dat is echt heel triest eigenlijk. Te triest voor woorden zelfs eigenlijk. Ja, om heel eerlijk te zijn vind ik het te triest voor woorden. Help the lakeside rats. Yo guys, we are going to help you guys because we need some renown and shit and influence en andere bullshit gewoon weer. Ik denk dat we dit wel easy mode zouden moeten kunnen winnen. We zouden moeten kunnen winnen. Ja, dat denk ik wel. Maar dat weet je natuurlijk nooit zeker. After me! En jullie maar gezellig after me, because otherwise we will lose a lot of troops, because my troops, onze troops in deze kerels, zijn legers zijn meestal echt heel waardeloos. Het is een beetje triest eigenlijk. Maar ja, wat voor dingen moet je eraan doen? We kennen er ook heel weinig aan doen. Dus wat dat betreft zal het wel wat meevallen. Ik weet niet of het meevalt. Dat hopen we dan maar, hè. Ja, dat hopen we dan maar dat het wat meevalt. Oké, ik zal mijn postschutters hier gewoon weer lekker neerzetten. Volgens mij gaat iedereen gewoon chargen nu. Everyone, double charge! Maar is dat wel een beetje de gedachte van de general die wij, waar wij nu mee meespelen. Gewoon dom chargen en laat maar zien dat we kunnen winnen van ze. Oh ja, wacht, ik heb heel weinig levens. Maar ik denk ook wel dat het een hele wijze keuze is, want zoveel troepen hebben ze ook weer niet. Dus ik denk niet dat ze denken van, oh my gosh man, we cannot beat this motherfucker. Dus we moeten maar heel voorzichtig doen ofzo, ik weet het echt niet, maar het zou kunnen natuurlijk. Dat ze dat denken. Dat zou eventueel misschien wel eens kunnen, maar ja, dat weet je natuurlijk niet. Nee, als je dat niet weet, maakt dat het leven eigenlijk alleen maar lastig en lastig en lastig. Weer gewonnen. Oh my gosh, wat een bijzondere situatie dat we weer een keertje gewonnen hebben. Eigenlijk gebeurt dat ook bijna nooit, hè, dat we wel eens winnen. Eigenlijk elke keer, hè. Je, bijna elke keer. Truly the best of friends. Ja, daar moet ik dus eventjes heel gauw naar kijken. Kan dat? Dat kan, denk ik. Dit zijn de owners. En de rest mag allemaal elke keer gewoon vrij uitgaan, behalve dus deze, want dit is dus de owner. En al die andere lui boeien me niet zo heel veel wat daarmee gebeurt. Dus met u, you are what? Well, you may go free because you are nothing more than a. Weet ik veel wat. Oh, we dragen ook weer te veel spullen bij ons, omdat we nooit wat verkopen, natuurlijk. Hè?
122. Kunnen we nog net even wat luider bijfixen of niet? 15. 16. Nou, dan hebben we hier 150. Dan hebben we nog lang niet genoeg troepen. Hè? Dat is best wel heel erg nadelig. Hier erbij. Wel 80 erbij. Nou, 3 dagen is te lang. Dat is echt te lang gewoon. Maar zitten ze hier nu alle 4 te knokken tegen deze kerel? Ja, dan heb ik mijn doel denk ik voorbij laten gaan. Dan doe ik gewoon disband army, want ik denk niet dat het nu zin heeft om dan proberen om net dit ene wel te halen ofzo. Daar heb ik dan niet zo heel veel zin meer in. Die 27 troepen die moeten we eigenlijk even zien te healen, hè. Doe Jaculan, waar is Jaculan? Gosh, nog meer oorlog. Ik kan er eigenlijk eventjes niet meer bij hebben hoor, op dit moment. Nou ja, is het niet mijn probleem nog steeds, maar aan de andere kant ook weer wel. Want wij moeten natuurlijk ook gewoon al die shit wat verdedigen, want anders dan worden mensen gewoon helemaal niet vrolijk of zo. Hè? Dat is echt wel heel erg irritant eigenlijk. Misschien een beetje te irritant, of tenminste het is een beetje te druk op het moment. Ik zal eventjes naar deze mooie stad van ons toe gaan. Northern Empire has declared war on the Britannians. En daar hebben we al een hele tijd vrede mee. Nou, dat is op zich wel een hele goede zaak. Eigenlijk wil ik mijn leadership naar 125 weten te fixen. Stel, die is 125. Wauw, maar wat wordt het leven dan makkelijk. Maar ja, op dit moment is er geen 125. En dat zal ook nog wel even duren. Dus dat is echt een beetje heel erg vervelend. Ja, dat doen we dus even niet. Dat kan eigenlijk ook dus niet. En als we dit doen dan. En dan moeten we hier eventjes kijken. Swing speed. Nou, dit is wel een stuk beter dan wat we hebben dus eigenlijk, hè. Tier 6, meer cut damage, meer trust. Dan wil ik die. Oh, dan nog steeds zijn we er nog lang niet. Dan moeten we hier ook eens even kijken. Want ik denk dat we wel een keer een hele goede armor moeten kunnen fixen. Zou deze goed genoeg zijn? Ik denk het eigenlijk wel. You will get 4000. Oké, nou kijk, dat is beter. Dan hebben we die. En dan moeten we eigenlijk ook nog zorgen dat we de rest ook goed krijgen. Maar moeten we allemaal tier 6 zijn natuurlijk. Maar deze is ook tier 6. Aha. Is deze veel beter dan of juist helemaal niet? Oh, deze heeft betere lag armor. Ja, dat boeit me eigenlijk niet zo heel veel. Nou, dan doen we het zo. You will get 4000. Ik denk dat dat ook wel weer genoeg is. Ja. Products. Even kijken of we hier nog wat kunnen kopen. Ik denk het eigenlijk zo. Ik denk dat we gewoon rustig maar gewoon de hele wereld wat leeg kunnen gaan kopen. Want waarom niet? De ene kopen we de hardwood. En die hardwood kunnen we die ook nog ergens weer verkopen voor winst. Zou leuk wezen. Nee, dus nou, we kopen het wel allemaal. Want we kunnen het allemaal wel gebruiken. Flauw is dat eigenlijk. Hè? We kopen alles op van iedereen. Wat een fucking lul eigenlijk. Nee, troepen hebben we eigenlijk niet echt meer nodig op dit moment. Of geen mensen, we hebben wel troepen nodig, maar niet. Dat we op dit moment zitten te zoeken naar... Oh my gosh, we need to have this. We hebben dit nodig en dit nodig en dit nodig. We moeten nu eigenlijk weer influencing te fixen, maar we krijgen helemaal geen influence op dit moment. Dus dat is een beetje heel erg kwalitatief uitermate teleurstellend. Eigenlijk wel, ja. Exceeding, 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 exceeding.
Dat kost wel 9k. Kunnen we hier ook het beste van het beste... Die wil ik dan wel kopen. Die zijn wel tier 6, hè. Ze zijn wel tier 6, inderdaad. Want het schild is tier 6. Dus daar hoeven we ook niet een betere een voor. Dan moeten we nu alleen nog... Juwel P. Ik vind hij is ondertussen wel prima. Doen we dat zo. Gaan we nu hier snel naar Ormanfart Castle. Nee, ik moet naar Ormanfart Castle. Eigenlijk is dit ook helemaal niet meer leuk, hè? Want nu moeten we gewoon weer twee fronten verdedigen. Maar we zijn net best wel veel troepen verloren. En we kunnen op dit moment ook niet echt heel veel extra leger erbij fixen of zo. Tenminste, ik zou niet weten hoe. Het zou wel kunnen, dat weet ik ook wel. Die kunnen we eigenlijk best wel heel goed zelf gebruiken. Die ook wel. Britannian 4 kan ik wel heel goed zelf gebruiken. En hebben we nog meer van dat soort troepen? Nee, ja. Maar de rest mag hier natuurlijk wel gewoon in blijven. Want anders dan komt het hier ook niet goed. Dan hebben we gewoon de hele kasteel weer leeg geplukt. Maar we zijn hier nog wel druk aan bouwen, zie ik. Schiet dat dus ook niet heel erg op. Alles staat ook nog gewoon netjes in de min, omdat we waarschijnlijk nog een paar keer gereed zijn door de vijand. Dan gaan we hier even kijken hoe het hier staat met hoe we aan het verdedigen zijn en zo. Manage Castle eerst maar eens eventjes. Oké, alles is bijna helemaal naar de maximaal gebouwd, behalve de fairgrounds, die is nog niet af. En de walls, maar dat komt denk ik vanzelf wel. Manage Garrison. Ja, hier staan ook gewoon wel redelijk wat troepen in, hè. 266. En ik weet niet of dat nou echt de beste troepen moeten zijn, maar... Het enige nadeel is dat we gewoon helemaal geen influence op dit moment aan het krijgen zijn. En dat vind ik op zich nog best wel heel erg vervelend. Want hoe gaan we nou moeten zorgen dat we... fucking sterk worden als we helemaal geen influence hebben? Ja, dat is een beetje waardeloos eigenlijk, zo, als je erover nadenkt. En de enige manier om echt influence te krijgen, dat is eigenlijk heel erg simpel. Maar dat werkt niet op dit moment, want ja. We zijn al een beetje verslagen als dat, wat op dat betreft. Dan moet ik zeggen, oké, nou jongens, dan doen we het wel zo. En dan fixen we dat er allemaal wel bij. Want, I don't know how we are supposed to do that shit. Eerst maar eens even kijken hoeveel boogschutters we hebben. We hebben nu 35 boogschutters. Zijn dat genoeg boogschutters? Of moeten we er nog wat bij weten te fixen? Ik denk misschien dat we er wel wat bij moeten fixen. Maar ik weet niet welke we er dan bij moeten fixen. Oh, we hebben best wel heel veel sterke boogschutters. Hier hebben we al maar max van 30 of 10. En hier 25 ongeveer. Dus dan hebben we ongeveer 30. 30 is mij wat betreft. Nou ja, misschien kunnen we nog wel 20 Imperials erbij fixen ofzo. Dat kan wel. Dat zou eventueel nog wel kunnen. Dan hebben we 60 boogschutters. Oh my gosh. 1200 man. Maak alsjeblieft vrede met die lul. Dat is namelijk wel heel veel hoor. 1200 man. Ga er maar in, 600 man. En dan komt hier nog een keer 600 man. Ja, ik wacht wel hoor. Ik ga niet hier denken van, nou ja, weet je wat? Laat mij maar meevechten. Voel me daar niet toe geroepen, want die koning die helpt niet eens mee. Wat is het nou weer voor rare actie eigenlijk, hè? Die wil wachten. Die denkt van, nou, weet je wat, jongen? Laat mij maar met die eerst strijken straks. Oh, die komt nu pas. Oh, wat een lul. Oh, ik denk, nee joh, nu komen ze allemaal vol hard op mij af. Dit is ook wel weer een beetje triest eigenlijk, hè? Jezus Christus, wat is dit nou weer een trieste situatie? I don't care, yield or fight.
Ah, oh, daar kan ik nog steeds wel van winnen, neem ik aan. Ik neem maar dat we hier nog steeds wel van kunnen winnen. We hebben nog best wel veel boogschutters, best wel heel veel sterke boogschutters. Gelukkig. En als je veel sterke boogschutters hebt, nou, dan is dat allemaal zo makkelijk voor je. Het enige wat ik eigenlijk even over na zit te denken, dat is misschien moeten we... Ja, eigenlijk moeten we ons leadership skill gewoon veel verder omhoog weten te fixen. Dat zou echt gewoon heel erg makkelijk zijn voor het leven. Als we dat weten te doen. Oh, zij komen naar ons toe. Altijd goed hoor. Archers! Loose formation! Als zij naar ons willen komen, dan moeten ze dat natuurlijk ook gewoon doen. Dat vind ik eigenlijk alleen maar gezellig. Want kijk, nu gaat het al. Wap, wap, wap. Dan komen al die pijltjes alweer naar hen toe. Al naar al die Imperial recruits. Want dat zijn maar recruits. Dus zoveel stellen ze ook niet zo heel veel voor. Footman, shields up! Nou, daar rennen de eerste lui al weg van ze. Daar rennen nog meer lui weg van ze. Kill them all! Devil charge! Het enige nadeel is nu gewoon dit moment. Hoe de fuck hoeft het straks gewoon. Zoveel battles zien te winnen. We moeten gewoon heel veel influence krijgen. Maar ik weet niet hoe ik daar heel veel van krijg. Ik dacht dat je het kreeg van veel kastelen hebben. Maar ik heb tot nu toe helemaal nog geen influence krijgen van mijn kasteel. Dus dat is al een beetje triest. Dat is niet de manier dus eigenlijk. Maar de koning, die mag niet wegkomen hoor. Die mag echt niet wegkomen. Ik wist het niet, de koning. Ja, dat dacht ik al. Dat is een van de leiders. Nou, daar hebben we hier weer mooi van gewonnen. Dat had ik ook wel weer verwacht eigenlijk. En dan kunnen we wel weer zeggen tegen deze peoples. Hello motherfuckers, you fought while you are free to go. Ja, tuurlijk mag dat. And you fought while you are free to go. Tuurlijk, jij mag ook vrij. 140 gevangenen. Allemaal meenemen. Ja, ik weet dat ik er overheen ben. Nemen we ook allemaal in beslag. Wordt allemaal gewoon in beslag genomen, jongens. Allemaal. En dan lopen we hier zo snel mogelijk heen. Dat zal eventjes duren waarschijnlijk. Maar als het lukt, dan komen we hier aan. Request to enter the gate. Go to the dungeon. Donate troops. Nou, er zijn al heel wat ontsnapt. Dat ging best wel heel erg snel namelijk. Op zich ook wel logisch. Ik weet niet hoeveel troepen hier nou ook nog staan. Ah, het is ook nog gelukt. Wat zou ik zeggen? Nou kijk, dat bedoel ik dus. Nu zijn wij weer volop aan het verdedigen. Wat is nou de lol hier aan? De ene moment zijn we kaart aan het winnen. En zijn we echt gewoon kaart aan het winnen. En de andere moment moeten we onszelf gewoon weer verdedigen tegen de volgende kingdom. Omdat we weer oorlog hebben. En we hebben... Ik heb nog geen vrede gehad in deze... Ik heb pijn en een hele lange tijd. Stand apart. Maar dat zou ik op dit moment wel eventjes echt weer even waarderen. Omdat ik gewoon... Make a shield wall. Dan kun je toch ook gewoon even rustig alles even acclimatiseren. Hoezo kunnen we nou even niet questen? Want we moeten constant onze borders, onze land, onze shit verdedigen. Ik kan moeilijk tijdens zo'n oorlog zeggen. Ja jongen, we gaan nou eventjes rustig... chillaxen, even rustig dit bekijken. Cavalry! Dat werkt niet. Dat kan ook helemaal niet, dat wordt helemaal niet gewaardeerd van onze koning. Want ja, we moeten nu ook gewoon volop onszelf blijven verdedigen. En vooral onze kingdom, want anders dan hebben we dadelijk geen kingdom meer. En als we geen kingdom hebben, ja, wat valt er dan nog te verdedigen? Dat is ook weer een hele goede vraag, maar ik zou het antwoord er niet op hebben. Goed hè, dat is wel even heel erg lastig inderdaad. Wat gaan we nu doen? Ik ga deze battle nog even afmaken. En ik denk dat we dan de stream weer eventjes gaan stoppen, want dan hebben we naar mijn mening wel weer genoeg gedaan. Ik vind dat we ook al wel weer redelijk wat gedaan hebben hoor. We hebben tenminste... Nou ja, kijk, als je het in verhouding bekijkt, dan zijn we echt nog wel super lang bezig hoor. Want dit duurt echt wel hoerenlang. Elke keer weer worden we keihard aangevallen door die lui. En elke keer weer moeten we onszelf gewoon keihard verdedigen. En dat is niet zo heel erg handig of zo. Maar aan de andere kant, het zal wel
Het lukt sowieso wel om dit te halen, alleen moeten we gewoon, ja, dan wat meer tijd in steken ofzo. Dat zal morgen misschien, of overmorgen, hangt er een beetje vanaf. Wel weer in de ochtend, oké, dat is niet zo heel erg chill inderdaad. Volgende week kan ik weer gewoon lekker in de middag streamen en de week daarna kan ik ook gewoon weer lekker in de middag streamen. Want ja, dan hebben we gewoon de hele middag tijd daarvoor in principe. Nou, daar gaan we dan weer. Hey. Archer, attack! Und we give him hell! Horse, attack! Daar gaan we jongens, we moeten gewoon weer kaart chargen. Nou, nu ontsnapt die king ook niet meer hoor. Of die lord, of castle, of wat dat dan ook maar is. Weer gewonnen, tuurlijk hebben we weer gewonnen. Dat had ik ook wel weer verwacht, want wij zijn hartstikke nog goed bezig. En wat is dit nou weer voor Pipo? Deze Pipo die mag ook weer vrij uit gaan volgens mij, of niet? Het hangt mij meer vanaf wie is de koning van dit mooie kingdom. Nou, dat is Lucion, dus dan kunnen wij in principe deze keer wel vrij laten gaan. 35 prisoners, altijd leuk, want dan kunnen we ook weer wat mee krijgen. Dat nemen we ook allemaal weer gezellig mee. Er moet ook een spel dus zijn. Of tenminste een spel. Een optie zijn om mensen te vragen of ze bio willen horen. Zeg maar bandits. En misschien is het zo dat we heel erg makkelijk kunnen zijn. Want stel we kunnen... Ik ga even kijken wat dat nu al kan. Ik denk het eigenlijk niet. Hè? Stel wij kunnen deze 7 lui nu... vragen zo van... Nou, nu hebben we 7 looters in ons leger. Kijk zo dus. Als dat vet vaak kan... Maar dan met... sterke unit, want 7 looters die zijn dus echt wel heel kut om te hebben. Die heb je niet zo heel veel aan. Want dat worden... Imperial Legionary of deze lui. Nou, ik weet niet, maar daar heb ik niet zo heel veel mee. Maar als dat kan met units die we wel gebruiken, zou dat best wel heel geniaal zijn natuurlijk, hè? Lijkt me. Ja, dat lijkt me eigenlijk wel, ja. Met bijvoorbeeld... Hoe heet dat? Hoe noemen die lui? Die lui die hier ergens ook rondlopen. Mountain Bandits, als je die daarvoor krijgt, dan zou dat best wel heel relaxed zijn, denk ik. Ja, dan weet ik wel zeker dat ik dat relaxed zou vinden. Jullie moeten allemaal maar weer opzokken bollen. Krijg ik weer wat influence, want mijn influence is echt all-time low. Of hier naar kijken. Oh ja, dan moeten we dit ook maar even doen. 0 en... Daar ben ik het mee eens. Die moet het inderdaad maar krijgen. En dat betekent dat we ook weer een relatie met hem erbij krijgen. Nou, dat is ook alweer een hele goede zaak. Lucian... You got that castle. Be happy with it. Eigenlijk wil ik hier even naar kijken, naar de clans. Maar ik was er weer vergeten. Kijk, er zijn dus heel veel mensen die hebben helemaal niks. Maar als je nu naar de influence gaat kijken. Voor mij staan wij ook ergens onderaan. Kijk, we staan ook gewoon fucking laag. Dat is best wel heel erg triest eigenlijk. Maar misschien komt dat straks nog wel een keer wat verandering in. En we maken hoe er niet eens winst. Dat vind ik ook nog best wel heel erg raar. Greenland's wages. Dat is best wel heel erg hoog eigenlijk. 1000. Maar echt zo'n dure troep ook gewoon. Ja, en veel natuurlijk hè. Hoe duur zijn deze? Deze zijn 20. Godsamme zeg. En deze 12. Dat scheelt ook wel heel veel hoor. Die ene tier die doet het hem wel. Dat is echt gewoon heel erg duur. Maar ja, ik zou de stream afsluiten. Dus dat gaan we nu ook even doen. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze stream. Misschien gaan we morgen of overmorgen weer even verder. Ik weet niet precies welke dag. Hangt er een beetje vanaf hoe het uitkomt. Nogmaals bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En ik zeg laters.